Als eind jaren 40 het stroomgebruik in Zeeland gestaag toeneemt, besluit de provinciale Zeeuwse elektriciteitsmaatschappij een nieuwe centrale te bouwen die de hele provincie van stroom kan voorzien. De Pesem heeft haar oog laten vallen op het terrein waar vroeger het eerste spoorwegstation van Vlissingen heeft gestaan. Als de bouw op 31 oktober 1950 start, is de Tweede Wereldoorlog nog bijna tastbaar aanwezig op het terrein. Er staan bunkers, prikkeldraadversperringen, tuig dat eerst opgeruimd dient te worden. De drijvende kracht achter de machines is in die tijd voornamelijk stoom. De grond op de plaats van de bouw bestaat uit een veenlaag, daaronder klei en dan zand. Niet verwonderlijk dat de paal aanvankelijk door haar eigen gewicht de grond inzakt. Na het heien steken de koppen van de palen onregelmatig boven de grond. Deze werklieden zorgen ervoor dat ze de gewenste hoogte krijgen. Ze worden de koppensnellers genoemd. In het kanaal liggen inmiddels schuiten die zand komen brengen om het terrein zo'n 2,5 meter op te hogen. Als de fundering klaar is, kan met de bouw van het geraamte worden begonnen. Hier wordt de zogenaamde staalconstructiebouw toegepast. Enorme stalen balken zorgen voor de stevigheid van het gebouw. De plaatsing van de eerste balk is een officiële handeling. De muren worden aangedraaid door leden van het dagelijks bestuur. De constructie van het stalen geraamte is in handen van het bedrijf De Vries Robé uit Gorkum. Tijdens de bouw, die 4 jaar heeft geduurd, hebben zich verwonderlijk genoeg geen bedrijfsongevallen voorgedaan. Het grote vierkante gevaarte dat op de staalconstructie rust, is bestemd voor de kolenopslag. Het wordt de dagvoorraadbunker genoemd. Na het verbranden van de kolen blijven er sintels over. Deze worden door de nabijgelegen firma De Sein gebruikt voor wegenaanleg. Van grote hoogte geeft de filmer in 1952 ons een beeld van de vorderingen van de bouw. Als hij zijn camera wat optilt, zien we unieke beelden van Havendorp, het complex noodwoningen op de kop van de buitenhaven. Daar werden Vlissingers die na de oorlog naar hun stad terugkeerden ondergebracht, tot er andere woonruimte beschikbaar kwam. Van de Arbo-wetgeving is er in die tijd nog geen sprake. Veiligheidshelmen of vangnetten zullen we hier dan ook niet aantreffen. De grote machinezaal krijgt vorm. Hierin zullen de turbines komen te staan waarin de stroom wordt opgewekt. De segmenten tussen de stalen balken moeten volgemetseld worden. Voor het hele complex gebruiken ze zo'n 3,5 miljoen bakstenen. Tijdens de bouw komt de bouwcommissie op gezette tijden bijeen. Een van de leden is meneer Rothuizen, de architect van het hele complex. Van de 4 schoorstenen moet de walshuid verwijderd worden. Deze wat roestige laag is ongeschikt om eroverheen te verven. Vandaar dat ze eerst gezandstraald moeten worden. Halsbrekende toeren voor deze schilders.
Door het kanaal links wordt het koelwater van de centrale afgevoerd naar de Vlissingse binnenhaven. De Pezem is in die tijd een provinciaal bedrijf. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de commissaris van de koningin regelmatig een kijkje komt nemen op het bouwterrein. Vol interesse laat jonkheer de Kazenbrood zich voorlichten en zal genieten van de koffie die haastig wordt gezet. De Kazenbrood is niet kinderachtig. Hij wil alles zien en samen met de cameraman beklimt hij het gebouw. In de winter van 1953 is het zover. Voor het eerst worden de vuren ontstoken om het water aan de kook te brengen en de stoom naar de turbines te jagen. Voortaan zullen dag en nacht kolen gestookt moeten worden om de provincie van stroom te voorzien. Dit zwarte goud is afkomstig uit de Oranje-Nassau-mijn in Limburg en staat te boek als nootjeskolen nummer 4. Deze centrale zal er tot 1980 voor zorgen dat de Zeeuwen op een veilige en discussieloze manier hun lichtjes brandende kunnen houden.